Is hier de historic Baltimore Penn Station en een witte kaartje. Gerben 34 gifted 3 mons of tier 1 to Daniel Sintes. Dave gifted 44 mons in the channel. Wat is dit allemaal voor gepraat? Recommended active control D. Oké, even zo. Michelle Ways gifted at tier 1 sub to Remco. Michelle Ways gifted at tier 1 sub to London Tube. London Tube. London Tube. Dit gaat nog wel even door. Dankjewel trouwens, Michelle. Michelle Ways gifted at tier 1 sub to Dutch Simfan 96. Michelle Ways gifted at tier 1 sub to Niels B. Liggend streepje 99. Liggend streepje 99. Michelle Ways gifted at tier 1 sub to Jeff 0668. Jeff 0668. In ieder geval welkom en dankjewel voor de gift subs. Ik heb iets op mijn bureau zitten. Zo, dankjewel voor alle gift subs. Mocht je gift sub hebben ontvangen en je bent actief in de chat, vergeet niet even te bedanken. All aboard and doors clear. The dispatcher indicates we will operate to Washington via track 3. Our next catcher stop is BWI Airport Station. Oh, oh, dat was verkeerd. Dat was de verkeerde toets. Dat is dat betekent. Gerben 34 gifted at tier 2 sub to David liggend streepje Meijer 30. They have given 45 gift subs in the channel. Dit gaat niet goed met het uitspreken. Even kijken, waar waren wij gebleven? Vergeet trouwens niet, hè. Dit is gebaseerd op een Zweedse log. Blijkbaar. Voor iemand wat eten. Uur. Nou, maar Stefan op zich, dit ding herken je nog wel, hè? Dit is een van de oorspronkelijke loks of zo. Kom, dankjewel voor de resubscriptie. Goedenavond, welkom. Vast in mijn venster.
Hallo. Dat is het oorspronkelijke ding, Stefan. Dit is een iets. Dit is een nieuwere, maar dan weer een iets. Een versie daarvoor. Ik mis hier dat hele console. Ik mis hier de hele console in het midden eigenlijk. Zeg, weet je wat, dat hele blok ding hier. Dat je echt denkt zo van, ik moet even de boven uitturen of zo. Bjorn, goedenavond, welkom. Oh shit, oh. Piep, ik ben helemaal vergeten. Sorry, ik ben deze vergeten. Train nummer 915. Baltimore. Washington DC. AEM-7 van Amtrak. Ik dacht, ik ben iets helemaal vergeten. Ik dacht zo van... Nou, gelukkig is het alleen maar dit stukje van wie zijn vergeten, maar goed, wij kunnen niet vergeten. Wij starten ergens midden in de tunnel. Sifa. Ik begin te zeuren zodra hij precies 30 rijdt. Overspeed. Is nog in overspeed. Relax. Het is 30 mijl per uur. We hebben geen silent mode, we geen challenge mode. West Baltimore bestaat niet meer. Het was West Baltimore of nee, mensen moeten tegenwoordig hierin stappen zo. Interesting.
Even kijken hoe ver we kunnen gaan. Powerton. Go. 100 mijl per uur en we gaan harder. TS helemaal schoon geïnstalleerd, gelukkig probleem helaas gebleven. Denk ik toch dat het misschien iets in combinatie is met iets met je hardware of wat anders of iets. Ik heb geen idee. Ik moet zeggen, ik draai het al sinds jaar en dag. En ook met Windows 11 of zo. Op, dat denk je zo van, op. Lag in Windows 11. Maar in principe, ik draai het al heel lang. Dus geen issue. Goedenavond Rob en chat. Edwin, goedenavond en welkom. Dit voelt heel onnatuurlijk. Als je met 120 mijl per uur door een station heen knalt. Dat is niet de 25 mijl per uur die we hebben in, op de normale spoorwegen in Amerika. Santarem. Ladies and gentlemen, our next destination will be BWI Airport. BWI Airport. Ik ben benieuwd of ik het nog red. Vol in de ankers. Please do not use the first two coaches, thank you.
The first three, please. Hij telt. So. Please use the last two coaches. Thank you. Ik moet zeggen, ik heb hier eens in deze trein gezeten. In deze. En ik moet zeggen, het is heel erg ruim en het zit heel erg lekker. Maar goed, het is ook al... bijna 20 jaar geleden, dus... ja. Nou, ondertussen kunnen we wel wat gaan eten. Sandwiches and more. Hot snacks and pizza. Boneless buffalo chicken tenders. Die heb ik al eens een keer gehad. Ik zou het niet aanraden. Is een beetje hot. Is een beetje very hot. Je moet er maar tegen kunnen. All aboard! Door is clear, our next schedule stop is nu gehaald. Zo. De gemiddelde snelheid op de Amerikaanse spoorwegen al gebroken. En de tweede limiet. Een beetje veel slip, is het niet erg. Not in Washington.
Niet te langzaam met trein. Alleen bang dat die ruitenwissen niet veel helpt als het regent. Die is wel klein. Green on the way. Denten, was dat? Nick, goedenavond. Johan Boskamp, goedenavond, welkom. Prachtig zo door de bossen heen. Waar rijden wij? Wij rijden op dit moment in Amerika. Wij rijden, zijn Baltimore zijn we uit. We zijn op de weg naar Washington. En Mark, ook goedenavond. Welkom trouwens. Please stand clear of the platform, fast train approaching. Meer een university stop.
Dat is toch al gauw 120 mijl per uur. Bijna 200. Dank je, Edwin. 192. Ga ik bijna goed. Oeh, prachtige luchtsel trouwens. Prachtig plaatje zo. Zelfs. Seabrook. Ladies and gentlemen, our next destination will be New Carlton Station. Dat is erg veel, dat is een full suppression. Zeker eerst de rem eraf toe voordat hij wacht. Wat doen? Ik moet serieus echt wennen aan deze rem. We staan tenminste stil op het perron. Dus dit is inderdaad, dit is inderdaad het metrostelsel hier van Washington. Hier zitten lampen in, zeg maar. Als hier een trein aankomt, dan gaan deze lampen die gaan knippen.
nog dichter bij de trein. All aboard! En doors are clear. Our next and final schedule stop is Washington Union Station. Die remmen zijn los. Ja, de houdertjes zijn er niet volgens mij. Dat is helaas. Weg met de bel. Zouden ze in Nederland moeten doen, een trein met een bel. Ding 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 als die binnenkomt. Het is voornamelijk de koeling die hierin zit. Blijkbaar is deze de opener met deze gang. Er zit geen deur in. Ietsjes harder ondertussen. Even de ampère. Het station genaamd Land Over. Nee, het zijn niet de meest snelle treinen. Maar dan kun je ook. Je kunt als je. Want je hebt ook Trains of World, hè? Natuurlijk heb je een mooie Trains of Classic, maar daar heb je de Acela bijvoorbeeld. Mocht je hem op de console willen doen. Weer een soort fratse trein. Die gaat volgens mij uit een hoop kabaal. Dat gaat ook wel mooi snel. Vijf mijl ATC access die niet blij is dat je als je te snel gaat en niet stevig let. Daarom gooide ik de trein zo net in suppression, Stefan, bij deze trein. Zo van, dan houdt hij op met zeuren. Gewoon voor de ankers, hè. Thank you.
Even rustig gaan uitrollen een beetje ondertussen. Ik krijg het gevoel dat we zometeen of heel langzaam moeten rijden, of dat er een trein ergens tegenkomt. Prima. Suppression. Alarm cancelled. Flexing yellow over green. Signal speed 30. Nou, op met miepen. Dang it! Ik zou moeten zeggen, ik heb geen idee hoe ik dit moet lezen. Spoor naar links, spoor naar rechts, spoor naar door. Dat is misschien daarom. Geen idee. Ladies and gentlemen, our next destination will be Washington Union Station. This is the terminus of this train. Please all leave the train. And have a great day in the capital of the USA. Thank you for traveling with Amtrak.
red or white? To see my number. Attack speed is 20. If attack speed is 50, signal is 20. Okay. Platform for very short people. Yo! They don't make efficiency. Er smelten zijn lampjes te veel. Maar ik vind het wel mooi, rood, wit, blauw. Even kijken. Dan heb je capital. Wauw, maar wat aan de buitenkant? Nee. Well then, this concludes the run of the Amtrak train 185 at Weekend Climb Down. Dank u wel.